Er leek in aanloop naar Ajax-Heerenveen niet veel te lachen voor Frank de Boer. Davy Klaassen liet de interlands van Oranje schieten. Toulani Serrero liep bij Zuid-Afrika hamstringklachten op. En ook uit Denemarken kreeg de Boer twee gekwetste spelers terug. Maar het twijfelachtige viertal zit zaterdag bij de wedstrijdselectie. En dus is de conclusie van de oudste van het kwartet: we zijn compleet en we hebben zin om te beginnen. En die zin zal zeker komen omdat Schöne door een overbelaste kniepees de interlands tegen Servië en Roemenië moest laten lopen. En zelfs de partijtjes op de training aan zich voorbij moest laten gaan. Zo'n week is wel lang als je die leuke dingen van de voetbal niet mag meedoen. En vooral op je kamer behandelen is niet de leukste. Maar het is wel een lange week geweest. Maar ik ben blij dat ik weer op de weg terug ben. En gelukkig kwam ik zondagochtend al terug. En heb je toch een week om goed te herstellen en goed te verzorgen. En rustig opbouwen. Dus dat hebben we gedaan. En het voelt aardig. En hoe staat het dan nu een dag voor de wedstrijd voor? Nou, zoals je ziet, voelt beter. En ik heb weinig last. Het wordt geen last als ik aan het trainen ben. Dus ik heb er veel vertrouwen in. Dus je kan ook spelen? Dat denk ik wel, ja. De andere Deen die niet okselfris terugkwam is Lucas Andersen. Hij kreeg in zijn debuutwedstrijd een tik op zijn tanden en liep een nare blessure op. Een soortgelijke situatie gebeurde op de training vrijdag. Het leverde hem pijn, maar ook een wijze les van Schöne op. Dat moment zei ik tegen hem dat hij zichzelf een beetje moet beschermen. Op een gegeven moment ging hij met Anwar in het duel. En volgens mij een half minuut lang was hij aan het toe. Ik zei, dat kun je beter niet doen nu, want als je wel een tik op krijgt, dan krijg je heel lichtjes gelukkig. Krijg je er weer last van. Dus moet je jezelf een beetje beschermen en wat sneller afspelen. Maar gelukkig viel het mee. Is dat ook een tip voor tegen Heerenveen dan als hij speelt? Een beetje dat soort duels ontwijken? Nou, kijk, hij is natuurlijk wel een speler die heel goed met de bal aan zijn voet is. En dat moet je niet wegnemen. Dus natuurlijk, hij moet wel gewoon zijn ding blijven doen. Maar goed, als je drie spelers op je af zien komen, dan moet je misschien wat sneller afspelen. Maar hij moet zeker gewoon zichzelf blijven. Dat gaat hij ook doen. Eenmaal als je de wedstrijd begint, dan heb je adrenaline in de lichaam. En dan valt het wel mee, denk ik. Dan voelt hij er niet zoveel van. De kans is groot dat de camera zaterdagavond dus gewoon op Andersen, Klaassen, Serrero en Schöne gericht zijn als Ajax aantreedt tegen Heerenveen. Het startschot dus van een belangrijke laatste maand voor de winterstop. We willen natuurlijk zo goed mogelijk afsluiten. En dan kan je na de laatste competitiewedstrijd kan je dan even de knop omzetten. Dan heb je even rust. Maar nu moeten we gewoon geconcentreerd spelen en die wedstrijd allemaal winnen. Dat moet je toch als Ajax zijn. En dat is ook een beetje het doel. Dus goed afsluiten en dan blijf je ook hopelijk. Sta je misschien wel boven PSV, maar in ieder geval in de spoor van PSV. En deze niet langer uit laat lopen. Dus we hebben wel een duidelijk doel voor ogen. En dat is 15 punten uit de laatste 5 eredivisiewedstrijden van 2014. Ik denk ook dat dat wel reëel is. Ik denk wel dat gewoon te doen is. En als Ajax zijn, dan moeten we dat gewoon doen.